Deze beelden zijn nog maar een paar dagen oud. Dit is afgelopen vrijdagavond 23 november in de V&D in Eindhoven. Het gaat om deze man onder in beeld, met een donkere muts die lijkt op een muts van O'Neill. Hier komt hij uit de lift op de vijfde etage en een paar tellen later rent hij weer terug. Hij heeft zojuist een cashière beroofd. En het wordt allemaal nog erger, want op zijn vlucht naar buiten steekt hij een andere medewerker in zijn buik. Die moest met spoed naar het ziekenhuis en is meteen geopereerd. Zijn darmen bleken te zijn geraakt. De dader vluchtte naar buiten in de Vrijstraat en rende dan in de richting van de Keizersgracht. Elke tip over wie dit is, waar hij is of waar hij is gezien, kunt u nu doorgeven via de tiplijn.